Tot op links. Toch langs met Cayenne en Colis AT is dat. Maar dat klopt ook. Zoals hier, meegeven met de schacht. Duel met Botakka, die wint het duel. De schacht moet niet zich nu rippen. Te terug, Ben Shaib. De tackle van Mark. We spelen gewoon door, zegt de Kramer. Lisa Deel met een vragende blik richting de grensrechter. Het was toch een overtreding, zegt hij. Ben Shaib blijft liggen. Even kijken. En naar mijn gevoel gaf hij balvoordeel, maar had misschien daar toch moeten fluiten, omdat Charleroi niet echt kon profiteren van de bal zit. Mark stevig tackle. De bal, maar er komt een man mee. Dus kan ik de reactie van de Charleroi-spelers wel begrijpen. Ben Shaib heeft daar wat verzorging nodig. Ja, kom maar op. Ook recht gekomen. Omdat weet dat je hier weer het veld lijkt dat je zag. Turn left. Staat er intussen weer op. Ja, voorwaarts tegen dat je doorvalt voor jongens. Probleem is, Kenny is een hele goede jongen. Maar sorry, ik woon zo. Weet je, nu met mijn geheim dat ik verdien, ik zei ze niet genoeg voor mijn rekening. Maar Joka bijna niet, als ze een Shaib alweer. Kun je het niet dadden? En Shaib, kan je het afmaken? Voor de 2-0? Nee. En dan niet, opnieuw. Twee keer Bostin. Dat ze daar afkuurt, maar wat? Uitstekend gedaan van de Zottenwaardige keeper. Maken dat kan toch verloppen, die wil je zeggen. Ook in die rebound. Had hij er goed tussen. En nu morgen doet het, ga je toch nog een keer voor die rekening uittreksel. Ja, nee, ze zijn niet betaald. Nu is het betaald, zeg. Op de 2-0. Ja. Voor de Zijpras. Die glazen nooit binnenkort toch weg kunnen. Zet dat in een douche door. Kansen zijn voor de Zijpras. Ja, maar ze mogen allemaal eruit wijs. Ze mogen allemaal weg. Omdat eerlijk om mijn spetten heb te vullen. Die meubels die naar stal van Gaitan, sorry, zet daar niks mee tussen dat je nog kunt opsteken. Ja, juist dat. Ja, voilà. Dus ik ken al langer, maar ja.